Ja, beste kijkers. Een nieuwe aflevering Natuurlijke Streken. Achter de camera dit keer Peter van Hoogen en naast me natuurlijk Pierre de Klein. Pierre, centraal dit keer staat de kraaienachtige, hè? Ja, allerlei soorten kraaien. En we hebben ze in allerlei bonte kleuren, van zwart tot zwart. Maar ook met hele mooie, allerlei warme kleuren. Maar voordat we overgaan naar de kraaienachtige, hebben we natuurlijk waarnemingen. Vertel eens. Ja, er zijn best veel waarnemingen gedaan. Vooral ook van zoogdieren. Bernard van Husseling, die hier die boomgaarden heeft, vaak vroeg buiten. Die heeft regelmatig nu regen gezien, een groepje van vier nog bij elkaar. En dat is altijd heel leuk om te zien. En kijkers hebben nu buiten ook nog goede kansen. Want het is nog flink kaal op die akkers. En ja, dan kun je die grote reeën makkelijker herkennen. Dan zijn er ook dassen gezien. Ingrid Helmer uit Dieten, die melden het. En meneer Brandt, die had zelfs een das die bij zijn vijgenboom stond. Maar nog voordat we de nachtcamera konden gaan plaatsen, kwam het bericht dat de dassen hier het kasteel geconfiskeerd hadden. En die waren hier een burg gaan maken. Daar hebben we ook een uitzending over gedaan, hè? Ja, en de boerderij die hier stond is nu volkomen weg, zoals je ziet. Ja, het is letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Ja, die dijk, die das, die nam eigenlijk het toch wel heel erg serieus om de dijkgraaf van het waterschap naar de kroon te steken. Hij is letterlijk hierin gaan graven. Ja, en dan moet je snel handelen. Natuur is mooi, maar veiligheid gaat voor alles. Dus de dassen zijn weggevangen en zijn nu richting Valkenswaard gebracht. Ja, zelf even, de eerste vlinder die ik zag was een kolibrievlinder. En ik dacht, die komt met warme weer uit Frankrijk aan, maar dat klopt niet, hè? Nee. Op zich is het verhaal wel zo dat de kolibrievlinder op is komen rukken vanuit Zuid-Frankrijk. Maar nu in deze tijd, dan moet het een vlinder geweest zijn die de nacht of die de winter op een beschutte plek heeft doorgebracht. Het heeft niet echt heel hard gevroren. En als je daar warm zit, dan kan je als volwassen imago overleven. En die kolibrievlinder die gaat dan zo snel mogelijk ergens toch proberen of je voedsel kan vinden. Is de kans erg klein dat hij overleeft, want ja. Er is bijna geen goede nectar. Ja, ik had winterjasmijn, daar zat hij. Dus... Dat is een mooie plant ervoor. Ja. Nou, maar goed, met het warme weer dat we gehad hebben eind februari, hebben we bijvoorbeeld ook al een citroentje volop zien vliegen. En verschillende mensen hebben die in de tuin gezien. Natuurlijk hebben we ook al hommels die op die eerste planten afgaan, maar ook naar de wilgen. En qua planten hebben we natuurlijk een speenkruid. En dat was al in, ik geloof dat het weekend was, het derde weekend van februari, waarin een speenkruid al het voor het eerst met zijn gele bloemetjes de kop opstak. Ja, hebben we ook net gefilmd. Ja, het is... Zijn we uit. Ja. En wat mij trof vanmorgen voor het eerst... zag ik paddendrillen in mijn vijvertje. En dat leek me erg vroeg, hè? Ja, de paddentrek is op gang gekomen. En dan goed, dan worden de eieren afgezet op de typische plekken waar het water goede kwaliteit heeft. En dan trekken die padden echt soms wel kilometers om de goede plek te vinden om daar te paren en de eitjes af te zetten. Ja, wel erg link, want ze komen natuurlijk over die wegen. En vaak zijn er dan van die natuurgroepen die helpen dan de pad de weg over te zetten. Ah, dan worden hekken gezet. Ja. Lent in Herpenduin. Ja, beste kijkers, het eerste kalfje is geboren en onze cameraman Peter van Hoogen zocht hem op. Ja, Pierre, is het vroeg of niet vroeg? Ja, Peter, op zich februari, maart, dat moet zeker kunnen. We weten het van de lammetjes, en die hebben we toch al in januari, februari. En bij de kalveren werkte eigenlijk hetzelfde. En het mooie is natuurlijk wel, het is geen kalfje van de Schotse Hooglander, maar van een Portugees. En dat is toch wel mooi om te zien. Ja, en kijk eens, net zoals met die lammetjes en met die kalveren, die mogen ook rustig in februari komen. Het gras groeit nog niet, maar ze zijn die eerste maanden natuurlijk op die moedermelk aangewezen. Daarna, tegen de tijd dat ze echt zelf gaan eten, ja, dan begint het gras ook goed te groeien. En dan is dat mooi keurig op tijd. En we moeten het eigenlijk maar zo zien, hè. Het eerste kalfje is inmiddels over de dam, dus er kunnen er nu meer komen. We staan hier bij de Reigerkolonie, vlak bij de Harense Toren langs de Maasdijk. We zien er een heel stel vliegen. Zijn vooral de mannetjes, Peter? Zijn vooral de vliegen in de mannetjes? Ja, vooral de mannetjes. Kijk, ze komen ze weer terug. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Dat is zo'n vogel met zo'n lange nek en zo'n lange poten, dat je het voor elkaar krijgt om tussen die takken te landen zonder zijn nek te breken en zijn poten. Ah. Ja. Reigers...
die broeden dus echt in de top, hè, van dit soort struiken, bomen, willigen. En dit is al sinds jaren een hele mooie kleine blauwe reigerkolonie. Ja. Onder de toren van Dieter van Haren. Dan ben ik hier van de week een paar keer langs gefietst. En tot mijn grote schrik zag ik hier de gemeente bezig met hier de struiken te rooien, terwijl de nesten bezet waren. Ja, uiterst onverstandig. Ik kan maar één ding zeggen. Ik weet niet precies wie hier opdracht toe gegeven heeft. Dit moet een vergissing geweest zijn. De reiger gaat namelijk al in februari zijn nest op. En je ziet het ook, cameraman Peter is nu volop bezig. In eerste oogopslag, mensen, als je nu deze weken voorbij fietst, denk je er zit niks op het nest. Heb je een kijkertje bij, ieder nest zit een reiger op, drukt zich plat. En die grote vogel zit echt op dat nest te broeden op zijn eieren. En daar, ja, kijk, je ziet het, ze steken de kop nu op. Eerst lag de snavel helemaal plat, Peter. Maar nu hebben ze toch iets van onraad. Dus je ziet die kop even opsteken. En dan zie je ook een beetje die geelachtige oranje snavel nu ook duidelijk. En ja, het is een prachtige vogel. En een van de eerste die op zijn nest zit. Februari, voor carnaval, ieder jaar raak, de blauwe reiger. Ja, Pierre, de kraaiachtige vandaag. En de grootste kraaiachtige is natuurlijk de raaf. En niet voor niks staan we hier in Ravenstein. Ja, ja, ik wou net zeggen van, dat kan natuurlijk niet anders. Ravenstein, als echte Ravensteiners, nou ja, Herpenaar, Over den Dammer en jij, echte Ravenstein, we moeten het natuurlijk over raven, we moeten het over kraaien hebben. Dat hoort bij natuurlijke streken. En we hopen we tegenkomen roeken sowieso, extra waarschijnlijk. Ja, hopelijk een Vlaamse gaai, prachtige vogel. Ja, de gaai moeten we doen. Dat is een grote uitzondering onder de exers. Alles is zwart of zwart-wit. Maar die gaai, die heeft een prachtige bonte kleuren van rood naar warm paars en blauw. En dan goed, we gaan gewoon kijken wat lukt, Peter. Ja, een raaf zullen we niet tegenkomen. En nee. Dan wil ik er even kwijt. Het meest zeldzame is hier de huiskraai. Had ik ook nooit van gehoord. En die leeft alleen in de buurt van Vlaardingen. Eigenlijk is het een Amerikaanse kraai die met een boot overgekomen is. Die heeft zich daar vermenigvuldigd. Maar toen hebben ze besloten, de biologen, dat het een exoot was. En nu proberen ze hem uit te roeien. Er waren er 35, er zijn er nog 6 over. Die zullen we ook niet tegenkomen. Maar komt u in Vlaardingen, dan kunt u daar gaan kijken. In de natuur, Peter, kom je er vaker tegen, ook in de herfstse bossen. Het is wel eigen natuur eerst. Je ziet dat de exoten daar gerooid worden. Het is een beetje discutabel, maar in de natuur is het kennelijk wel dan. Ja, Pierre, we staan hier omhoog te kijken, een beetje tegen de zon in. En wat zien we? Ja, kijk eens, dat is in volle naad een nest van een ekster. Ekster nestelt eigenlijk altijd in de top van de bomen. Groot nest, en wat typisch voor een ekster is, tegen de tijd dat hij eieren gaat leggen, dan maakt hij er een kap overheen. En ja, kraaiachtige, ook de ekster, dat zijn echte rovers van allerlei nesten, ja. Echte plunderaars. En hier geldt letterlijk, zoals de waard is, vertrouwd is zijn gasten. Als hij zelf de hort op is om eieren te verschalken, dan zorgt hij wel dat zijn nest goed afgedekt is. En dan moet je echt moeite doen om in het nest te kunnen komen. Ja, Pierre, tegenwoordig ook één extra in de tuin zitten. Die is nog altijd eenzaam. En hier zit er eentje op het dak. Ja, reken maar dat hij niet eenzaam is. We hebben het nest al gezien. Ze zijn vaak allebei samen op stap om te fourageren. En ja, dan is man en vrouw niet altijd bij elkaar. Nee, extra's kunnen inderdaad wel alleen zijn. Maar vaak gaan ze, als ze alleen zijn, gaan ze naar een vrijgezellensociëteit. Dat zijn eigenlijk net mensen. En die gaan er echt bij elkaar zitten. En zo'n clubje, die zwerft dan rond. En zo gauw ergens een partner overlijdt, zien ze de kans schoon en dan komen ze met z'n allen op bezoek. Dat is ook wel heel leuk van het verhaal van jagers. Als je een kraai wegschiet, een kraaiachtige, een ekster, dan krijg je de 10 op de begrafenis. Dus je moet goed nadenken voor je een kraai wegschiet, want voor je het weet heb je er juist meer. Ja. Eksters staan er echt onbekend dat het hele slimme rovers zijn. Ze zijn dus echt in staat om een uur uit te trekken, om gewoon eens heel goed de tuinen af te kijken waar allemaal vogels naar een nest vliegen, om dan dagen later, wanneer ze jongen hebben en zelf dus een voedsel verlegen zitten, nest voor nest leeg te gaan lepelen. Enorm goed geheugen, slimme vogel. Ja, hier
Onder construction, hè? Ja, onder construction. Heel goed gezegd. De ekster zit nu in het nest. En een ekster, ja, dat nest is nog veel knapper in elkaar gezet met die kapconstructie. Exen zitten nu in en die zitten van binnen te vlechten en die zitten echt aan te kijken en te meten, in te schatten hoe dat ze die takken in elkaar moeten vlechten. Voor de exen geldt nog meer dat die takken niet te dood moeten zijn, want dan breken ze meteen. Hij moet ze echt soepel kunnen buigen. Ja, dit is een kunstje vrijmetselwerk van de bovenste plank. We staan hier op de hoek van de Maasdijk. Achter ons stond tot vorige week nog een schuur, die is weg. En we hebben nu uitzicht op de landerijen naar de Maas toe. Dit moet natuurgebied worden. En we zien zwarte vogels. Ja, dat zit erin, Pierre, wat zijn het? Ja, zwarte kraaien. Nou is dat natuurlijk een beetje flauw om te zeggen, zwarte kraaien. Oh, vliegt je ook op. Maar je hebt allerlei soorten kraaien, hè? Maar de zwarte kraaien, ja, de naam zegt het al. Die is ook echt helemaal zwart, ook bij de snavel. En dat is wel een beetje opvallend, wat nou Peter aan het filmen is, andere Peter. Je ziet hier maar een paar zwarte kraaien. Dat is typisch. De zwarte kraai, die zitten meestal met 2, 3, 4. 5 houdt het wel op. Deze tijd, we zitten nu maart. Ze beginnen hun territorium te bezetten. Ze gaan een nest bouwen. Ja, dan zijn ze meer eigenlijk solitair, zeg maar. Dan zijn ze meer als koppeltje bij elkaar. Zo'n kraai die struint de akkers af op zoek naar lekkere hapjes. En anders als de roek, wat een kolonievogel is, dan zie je er wel, ook in de broedtijd, wel 40, 50 bij elkaar. Dus zie je een grote, zwarte kraaiachtige, bijna altijd zeker, als er maar 1 of 2 zijn, zwarte kraai. Ja, hier vanaf de dijk filmen, een laan met allemaal bomen naar beneden toe en ja, er zit een kraaiennest. We hebben al een paar kraaien gezien hier, en een typische kraaiennest. Geen deksel ook erop, zoals bij de extra, maar wel met zware takken, een stevig nest. Dat waait er zomaar niet uit. Dat ze ook heel slim zijn, ook heel sluw. Het is zelfs zo dat ze onderzoek gedaan hebben dat kraaien in staat zijn gezichten te herkennen. En daar hebben ze allerlei experimenten mee gedaan. Ze hebben maskers gemaakt en op het moment dat het hetzelfde masker was, konden ze herkennen of ze al dan niet daar voedsel van kregen. Bij die zwarte kraaien ging het zelfs zover dat wanneer ze het masker op de kop deden, toch nog de kraaien in staat waren te herkennen dat het hetzelfde masker was. Dus echt een hele sociale en hele slimme vogel. Hier zien we dus een roekenkolonie. Het is eigenlijk nog maar een kleine kolonie. En ze zijn vol actief om toch regelmatig hier naartoe te komen om ook nog een stukje nest bij te bouwen. Het waait flink. Jaren terug zat er een hele grote kolonie in Demen van wel een paar honderd. En sinds die uit elkaar gevallen is, zitten ze een beetje verspreid. We staan hier in Haren. En ja, daar is er eentje in de lucht en die heeft zijn tak. Ja, die heeft nestmateriaal bij zich. Perfect. Ja, en dat is toch wel heel leuk dat je dus echt ziet dat die roek kieskeurig is. Er liggen duizenden takjes op de grond, maar die zijn dor, niet meer zo buigzaam. Hij wil ze liever wat malser direct uit de boom geplukt. Tja, als leek zouden wij zeggen, er ligt hier een steenfabriek van takken op de grond. Ze worden niet gebruikt, ze plukken ze zelf eigenhandig uit de boom. Bovenin is er nu ook eentje die aan het nest aan het sleutelen is. Heel bijzonder als je ziet hoe een vogel zijn nest in elkaar vlecht. Want ik geef het je te doen met losse handen, met alleen je snavel. Die takken zo in elkaar weven, vervlechten, dat ze stevig blijven zitten. Het mooie is als dadelijk het nest aan de buitenkant met die takken af is, dan staan de binnenkanten nog bekleden met zacht materiaal, zodat die eieren goed liggen. Isoleert het goed om ze warm te maken en ook dat het niet blijft kleven. Het is echt een mooi stukje natuurlijke streken. Ja, dit is het zo, daar doen we het voor. Ik hoop dat jullie kijkers net zoveel ervan genieten als wij die hier mooi buiten staan.
Het typische van de roek is dus dat je inderdaad in groepen bij elkaar zit, een kolonievogel. Dan kunnen er wel een paar honderd tot duizend zelfs op een gegeven moment kan het aangroeien. Hier hebben we meestal maar tientallen. En het geeft ze ook een extra veiligheid. Met elkaar kunnen ze zich goed tegen vijanden verdedigen. En het is een succesformule. Oh, we zitten hier schitterend op het nest. Ja. Ah, dit is mooi. Ja, prachtig in beeld, Peter. Wat dus ook echt opvalt, ze zitten hier dus aan de rand van het dorp bij Haren. En dan kunnen ze dus perfect de weilanden in vliegen van over den Dam. En het zijn echte alleseters, maar het merendeel van hun voedsel zijn de insecten, de larven, de engelingen, die ze uit de weilanden, net onder die eerste centimeters van de akkers halen in de weilanden. Maar een roek is echt meer op insecten gericht en plantaardig voedsel. En het roven van nesten, ja, dan moet je toch bij zijn neven zijn. Nou, een roek altijd, beste mensen, goed te herkennen. Overigens, zwart natuurlijk, maar hij heeft altijd een witte plek, een kale plek rondom zijn snavel. En zwart, ja, zwart is zwart zou je denken, maar als je nu echt eens buiten aan het wandelen bent en je hebt de kijker bij, die zon staat erop. De prachtigste kleuren zie je als dat licht over dat zwart heen strijkt. Dit is mooi om daar nu zo bij te zijn. Het voorjaar is volledig begonnen, beste mensen. Ga ervan genieten. Dit moet je gewoon in real life zien. Hier hebben ze de koutjes. Ja, dat zijn eigenlijk de meest vrolijke kraaiachtigen die we hebben. De kleinste. Grijze kop, mooi blauw oog. En ook een kolonievogel. En die broedt, raad het eens een keer. In de schoorsteen. In de schoorsteen, ja. Wij moeten ook de schoorstenen dichtmaken. Maar ja, dan is er een ja. Nou, hier in Ravenstein is dat van oudsher. Bij ons in Herpen ook. Weet u, in de Waterstraten was het altijd raak. En die koutjes, die heet eigenlijk ook, heet die torenkraai. Omdat ze vaak in kerktoren zitten. En het oude woord in Brabant en Herpen was karakou. En vroeger had ik er niet zo in de gaten, karakou. Ik denk, waar komt dat vandaan? Maar het komt eigenlijk van een karkkou, een kerkkou. Ja. Dus een karakou is echt een echte kraaivogel die bij de mensen eigenlijk in de schoorsteen en in torens komt wonen. Ja. Maar ja, het Brabantse woord hier is tjan, hè? Ja, klopt. Die wordt ook gebruikt. Het is Brabantse. Ja. Dus weet je hoe een extra in West-Brabant genoemd wordt? Geen idee. Handenbroek. Ja. Zo heeft nou, in ieder geval zijn eigen woorden. Ik weet zeker dat er een aantal mensen hier bij ons in ons uitzendgebied zijn. Die noemen hem geen kerkkou, geen kou, maar een karakou. Ja, de mooiste qua kleur van de vogels is de Vlaamse graai. Tegenwoordig wordt die graai genoemd, ik weet niet waarom. Pierre, wat kunnen we erover vertellen? Nou ja, ik zou haast zeggen, op zijn Brabants heet hij de merkover. En het is natuurlijk Vlaamse gaai. Tegenwoordig, net wat je zegt, heet het voor gaai. We mogen kennelijk niet meer te veel discrimineren. Maar we kwamen samen nog een andere term tegen. En de oorspronkelijke Latijnse naam van die negers, als je die vertaalt, is de voortdurend krassende eikelzoeker. Ja, beste mensen, een betere omschrijving kun je niet hebben. Het beestje doet niet anders. Je hoort die krassende geluiden in de bossen en het is een eikelspecialist. En het mooie is dat het ook een kampioen bomenplanter is. Voor de winter maakt hij voorraden, net zoals een eekhoorn. Hij pakt eikels, hij stopt die in de grond en dat doet hij echt in een gebied van honderden meters en verder. En we hebben ook onderzoek hebben ze naar gedaan dat hij die eikels terugvindt. Maar ja, als je er zoveel plant als eikelspecialist, je vergeet er altijd, je eet ze niet allemaal op. En daarmee is het de ideale bomenplanter in een bosgebied. Ja, schitterende mooie vogel. Ja, Pierre, heel merkwaardig. Als je naar aanschoffels kijkt, dan zie je zo met die hangende vleugels zitten. Dat is om te drogen. Maar dan hebben we hier een beeld van een Vlaamse graai, die zit bijna net zo. Ja, hij heeft wel een tallig klier en hij hoeft zijn vleugels niet droog te maken. Ja, dat is wel een hele mooie foto, dat is een heel mooi moment. Die Vlaamse graai is echt pinter. Alle vogels hebben veel last van parasieten. Wat doet die gaai nou? Die zie je regelmatig op een mierennest staan. Hier zit hij waarschijnlijk op die grondmieren in een weiland die we allemaal van het gezond kennen. Wat doet hij dan? Dan spreidt hij zijn vleugels en die gaat in de mierennest staan. Soms om het lekker op te peuzelen. Maar wat doen die mieren? Die zijn niet gek. Die spuiten meteen de gif op hem af.
Nou ja, dat is de beste douche die je kunt hebben. Dus de insecten, de parasieten worden weggespoten door de mieren. Een hele mooie manier hoe dat daar de natuur met natuurlijke streken zichzelf kan helpen. Een ander leuk weetje ook nog wel van die Vlaamse gaai is, hij alarmeert meteen. Het is een bosachtige die zich ook verspreid heeft over de open gebieden. Maar hij alarmeert snel. Het is ook een soort het alarmsysteem van de bossen. Alle andere vogels en dieren zijn heel snel op hun hoede, dankzij de Vlaamse gaai. Nee, de bonte kraai, prachtige vogel, zien we hier ook in beeld. Wordt ook wel een kapkraai genoemd, vanwege die donkere zwarte kap. Maar de kans dat we hem in Nederland zien is heel klein. Maar ja, het is wel een soort, als je hem tegenkomt, is het wel kikken. Bijvoorbeeld op Texel. Of vroeger genoemd de Siberische kraai, komt maar weinig voor in het land. Vroeger had je nog strenge winters met de stedentochten en zo. En dan kwam die uit Oost-Duitsland hier naartoe, dan zag je ze regelmatig. En ik was onlangs in Berlijn en daar zie je ze overal. Maar ja. Broeden doet hij eigenlijk niet, heb je? Nee. Er zijn wel wat gevallen bekend op Texel en zo. Maar dan zijn het vooral de hybriden. Die bonte kraai, als die in de buurt van de zwarte kraai zit, daar willen wel eens wat kruisingen komen. Maar je mag eigenlijk zeggen dat ze niet broeden. En zeker hier bij ons in het uitzendgebied van Ravenstein. Ik heb ze hier wel eens gezien, maar dan praten we al gauw over, ik geloof dat het in 90-2000 was, in ons eigen gebied hier. Ja, en een keer nog ergens in 2010. Dat was bij Megen. Nee, de bonte kraai, prachtige vogel, zien we hier ook in beeld. Wordt ook wel een kapkraai genoemd, vanwege die donkere zwarte kap. Maar de kans dat we hem in Nederland zien is heel klein. Maar ja, het is wel een soort, als je hem tegenkomt, is het wel kikken. Bijvoorbeeld op Texel. Ja, beste mensen, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was een prachtige dag vandaag met zon. We hebben beelden van allerlei vogels geschoten. En, tot en met de specht, wie had dat gedacht? Ja, de groene specht. Specht gezien. Ja. Een buizerdnest, van alles. Ja, dan kijk ik vast vooruit, Pierre. Wat gaan we volgende keer doen? Ja, de deuren staan wagenwijd open. Lente voor de deur. Allerlei planten natuurlijk. Maar misschien is de tjiftjaf toch wel een van de mooiste vogels om naar uit te kijken. Benieuwd wie in ons gebied van het uitzenden van Ravenstein en omstreken de eerste tjiftjaf hoort. En de kieviten zijn al terug, maar het eerste ei moet nog gevonden worden. En ja, maart, eind maart, de grutto zou ook al kunnen dat hij begint te broeden. Nee, ik denk dat er in natuurlijke streken van alles te doen is. Echt een reden om naar buiten te gaan. Okay. Mensen, de tjiftjaf, de grutto en alles wat er verder nog te zien is, zoals de koekoek. Ik zou zeggen, veel kijkplezier en houdoe! Houdoe!